Nou, we horen het in Aleppo weer een bomaanslag, allemaal mensen dood, verder allemaal verschrikkelijke dingen in de wereld. Maar we hebben ook wat lichts nodig, dus Tex de Wit staat hier in Friesland. En waarom? Nou, het heeft maar liefst 1 graadje gevroren vannacht. En het ligt volgens mij zo'n klein beetje ijs, stelt niks voor. Maar dan gaan we altijd even peilen hoe de stemming hier is. En nou, naast me staat een Friese schaatsgek, Challing. Jij kan vast niet wachten. Nee, ik ben helemaal klaar voor. Mij is de Elfstedenkoorts is al flink toegeslagen. Weet je wat het is? Op natuurreis rijden, nou, joh, dat is het mooiste wat er is. Ja, dat is niet te vergelijken. Ik zou denken, het is veel te dun, dat slaat nergens op. Het is veel te vroeg, toch? Nou, ik denk altijd maar zo, als er vogels op kunnen lopen, dan kan ik erop schaatsen. Ja? Kijk, weet je wat het is? Je hebt van die mensen die dan per se als eerste het ijs op moeten. Ja, die vind ik vaak al aan de late kant. Weet je, ik wil gewoon gaan. Zodra ik hoor dan vannacht, hoor ik op het nieuws, hoor ik van het wordt koud. Ik bedoel, officieel niet echt vorst, maar wel gewoon goed fris. Ja, dan bind ik ze al om. Ja, en nou, million dollar question. Zou het dit jaar dan eindelijk kunnen gaan gebeuren? Nou, ik zeg, it get on! Nou, je hoort het, de mensen zijn hier optimistisch. En de grote vraag is, zou het dan een keer gaan gebeuren hier weer die Elfstedentocht voor het eerst in 10, 20, 25, who cares, hoeveel jaar? Misschien is het dik genoeg, misschien moet het nog verder vriezen. Geen idee. Maar wat zou het toch prachtig zijn als het weer een keer doorgaat, die Elfstedentocht. Vanuit Friesland was dit. Tex de Wit. Scheelt niet veel. Terug naar jullie.